Hoi, met Angela van Angela's Creaties. En welkom terug op mijn YouTube-kanaal. Oh, zijn jullie ook zo, net als ik, ook zo toe aan de lente? Oh, vandaag ging hier heerlijk het zonnetje en echt gewoon de lente-vibes. En ik heb zoiets van, ik wou toch nog even een creatie maken. Dus ik had zoiets van, maken er een lente-kaart van. En dit is een serie die is van Minty. Dat is een van de nieuwe lijnen. En dus spring is hier. Nou echt, oh, ik zal het even aan de kant schuiven. Kijk dan, die kleurtjes. Kijk, ja, dit vind ik dan persoonlijk net even iets te druk. Maar goed, dat is persoonlijk. Kijk dan, die kleurtjes. Ik ga iets te hard waaien dat mijn spulletjes wegwaaien. Kijk dan, van die leuke kleine tekjes. Echt van die zomerkleur. Kijk, oh, dit ook, hè. Oh, is dat niet mooi. Oh. Beetje kleur van geel. En dan zag ook echt van die mooie zachte kleurtjes. Hier is dat gestreepte. Geel, wat roze, wat zachte roze, wat oud roze. Ja, echt. Nou, je ziet het al. Het is meerdere keren. Komt het erin terug? Dat is eventjes kijken. Dus dit is, even kijken hoor. Het is 24 dubbelzijdige sheets en is 4 designs in totaal dus 12 keer. Plus ook nog wat elementjes wat je dan uit kan knippen. Nou, dat we toch bezig zijn, hè. Dan, even dit een beetje bij elkaar leggen. Dan heb je deze, dat is ook meer voor de achtergronden. Nou, dus als je ziet heb ik al wat gebruikt. Kijk, dat is mintgroene. Kijk, dan leuk voor de Pasen. Hè? Oh, en die lammetjes. Oh, is toch leuk, hè? Oh, hier, dat is ook weer dezelfde kleuren. Dat is ook heel erg leuk. Dus dit is ook meer voor de achtergrond. En dat is ook meer van de elementjes. Ja, die moet je dan uitknippen. En dan hebben ze ook nog, ze hadden ook nog 30x30, de scrapvellen, scrapformaat. Maar die heb ik niet genomen. En dit zijn allemaal paper die-cuts. Ik haal hem even uit het papier, want ik heb ze al natuurlijk een beetje nagekeken. Maar dit is alles wat erin zit. En even kijken of ik hier kan zien hoeveel er zijn. Er zijn 60 paper die-cuts. Kijk dan, leuk hè. Ik zal de artikelnummers zal ik ook even linken hoor. Dat is dan in de beschrijving noteren. Dus dan kun je dat rustig ook nakijken. Weet je, dat is weer een beetje. Want ik moet het nog even weer ergens anders in terug doen waar ik het altijd bij elkaar heb. Dan hebben ze ook paper elements. En dat zijn rondjes, dat zijn voor pockets, dat soort dingen. Nou, die heb ik nog niet echt gekeken, dus ik haal dat er gewoon eventjes uit. Deze heb ik net laten zien. Kijk. Heb je dan ook weer, kijk dan mooi hè. Kijk, en dat is van het huisje. Kijk, mooie rondjes, mooie soort, ja, zo'n soort waaier ervan te maken. Kijk dan, wat mooi hè, dat, ach, die vogel, ja, hier word je gewoon vrolijk van, ja. Even kijken, hier heb je tekst, hier weer kan matten, dit is de voorkant, de ene kant, en dit is de achterkant, ja, dit is echt een voor- en dit is een achterkant, dat is bij deze. Dus kijk hoe mooi dat window, hè. Och, is precies hetzelfde. Even kijken, ze hadden het ook over iets van pockets. Dus, oh, dat is dit. Kijk. Dan vouw je, dit zijn, hè, dan vouw je hem zo. Dan wordt het een soort flopje, maak je dan. Moet je wel even een rill of je rillboard. Kijk, dan leuk, hè. Is dat niet gaaf? Ik ben normaal helemaal niet van een beetje van dat ruit design, maar ik vind het toch wel heel erg leuk. Het leuke is ook dubbelzijdig, dus dit is aan twee kanten, dus dat scheelt hier.
Dan heb je weer een tag. Dit is een wat kleinere tag. Och, kijk dan die kuikens. Ja, dus alles is dubbelzijdig. Dus je kan er heel veel kanten mee op. Kijk dan, leuk hè. Leuk voor een shakerkaart. Dit zijn de achterkanten. Oké, deze heb je ook met, dus met de strepen, roze en de groene kant, mintgroen. Zien jullie dat? Dit is ook weer dubbelzijdig, maar wel hetzelfde. Dus eigenlijk kun je gewoon heel veel kanten kun je gewoon op. Nou, even weer alles bij elkaar. Wat is dat? Even weer terug in de verpakking. Zo. Nou, wat gaan we maken? Nou, is Studio Light is met een hele leuke serie uitgekomen onlangs. En dat is de, het heet de Nature Lover. En daar hebben ze onder andere deze doily kaart. Kijk zo. Ja, het ziet er niet helemaal meer uit, maar je kan hem dus rechtop zetten. En je kan hem liggend maken. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Door die card shape. Ook dit nummer zal ik natuurlijk uiteraard ook weer even linken. En ook uit die serie zijn deze butterflies uitgekomen. En die ga ik niet hier gebruiken, maar ga ik op een andere creatie ga ik die gebruiken. Kijk, dit zijn stansen. Nou, dit stansje in één keer uit. En dit zeg maar als achtergrond. En dit doe je bijvoorbeeld met designpapier. Is dit precies hetzelfde. Dus ook van de Nature Lover serie. Kijk, hier zie je het ook beter. Ik hoop dat het voor jullie te zien is. Kijk. Is toch mooi, ja. Och, geweldig. Nou goed, tot de orde van de dag. Wat gaan we doen? Nou, ik heb gewoon de basiskaart. En ik zal het er even bij pakken. Dat is deze. Die heb ik gewoon uitgestand in wit kartstok. Kijken of ik het goed zet hier. Kijk dan, die is toch leuk hè? Nou, en deze die past dan ook hier. Precies hier past die op. En die heb ik uitgestand met deze. Dan heb je deze stans. Die komt dan hier. En die heb ik uitgestanst met deze stans. En dat heb ik dus allemaal uit het designpapier gestanst. Dus alleen de basis, die heb ik dan uitgestanst met het kartstok, linnen kartstok. En deze, die komt dan hier. En die heb ik met deze uitgestand. Nou, deze keer niet een al te ingewikkeld kaartje. En natuurlijk heb ik nog even wat elementjes neergelegd. Ik heb een strikje, klaar liggen. Toevallig kwam ik het opruimen. Leuk, deze leuke, die uit mijn eigen voorraad, deze tags tegen. Deze is met homemade. En ik heb hem ook met veel liefs. Ik vond het echt wel heel erg leuk. En wat heb ik nog meer klaargelegd? Wat pareltjes. En wat heb ik hier nou neergelegd? Dat is ook niet altijd zo. Nou ja zeg. Ik had alles zo netjes klaargelegd. Nou, even pakken. Want dan heb ik alles... Ja, hier zijn ze. Ik denk dat ik mooi weer met die... parelsprays aan de gang gaat. Moeten we even kijken. Nou, we gaan lekker aan de slag.
Lijnbestel staat aan. Dit ook de vouwlijn, die zit er als je hem uitstanst, dan heb je automatisch de vouwlijn. Dus je hoeft zelf niet te scoren. Ik trek altijd wel even, hè, mijn vouwbeen altijd wel eventjes. De vouwlijn strak. Vooral zo meteen als ik van alles erop ga plakken natuurlijk. En het is ook weer, het mooie is aan deze ook, het vermat kaartje, dat past gewoon in een normale envelop. En dat, ik zal even nog een beetje mijn lijm activeren, zoals ik het al noem. En dat is ook weer een voordeel, dus je hoeft er geen extreem grote envelop voor te hebben. Nou. Zo. Ik gebruik altijd ook even een beetje lijm, vloeibare lijm. Want dan kan ik het ook verschuiven. Want ik weet gewoon van mezelf dat ik het niet in één keer recht plak zoals jullie zien. Zo. Even aandrukken met mijn vouwbeen. Zo. En nou staat dit ook nu, en ook nu ga ik even de schoorlijn even strak vouwen met een vouwbeen. Nou, dan heb je deze, die komt dan hier. En dat ga ik dan gewoon met, die past hier helemaal precies, dat ga ik dan gewoon met gewone lijn doen. Ik doe niet lijm overal, maar ik doe gewoon lijm op een paar plekjes. Zo. Deze doe ik dan eventjes op deze plekjes. Zo. Dan heb je gewoon meer kans dat hij vastplakt. Zo. Kijk. En hij past er maar op één manier op. Zo. Als je wilt, kun je ook verkiezen om deze kant met designpapier te doen. Maar ik kies ervoor om het zo te laten. Want hier heb je het ook precies. Maar ik kies ervoor om het zo te laten. Mooi, en die mintkleurtjes, hè. Oh, geweldig, hè. Even kijken. Nou, was ik eventjes. En dat zie ik dat ik dat... Ik dacht dat ik weer zo netjes voorbereid was. Ik zal eens even kijken. Even hier de top op te doen. Even die aan de kanten. Ook al zo voorbereid als maar kan. Maar toch vergeet je nog wel eens wat. Ja, die was goed. Die lag wel in de buurt. Eventjes ook die erbij pakken. Kijk,
Want hier heb je hem in met veel liefs. En ik moet eerlijk zeggen, ik zou ook zo 1, 2, 3 niet weten. Volgens mij heb ik dat toen bij de Wibra gekocht. Ik vond dat zo leuk. Echt, ja. Ik had zoiets van... Dat is wat voor mij. Nou. Dit ga ik verhoogd opplakken. Dus ik pak even mijn tape. Want ik wil natuurlijk wel een beetje die dimensie in mijn creatie. Maar dat vind ik eigenlijk fijn, altijd wel fijn. Zo. Eentje hier. Zo. Ik heb onlangs in mijn vorige tutorial, een van mijn vorige tutorials, heb ik verteld over mijn fibromyalgie en mijn artrose. Dat het eigenlijk net andersom komt. Nou ja, dit kan ook wel zo. Ik moet zeggen, iedereen heel erg bedankt voor alle reacties. Want dat heeft me echt, ja, zo zie je maar weer dat je er niet alleen voor staat. Dat gevoel heb je dan wel, maar... Dus dankjewel iedereen voor de lieve reacties. Dat heeft me heel erg goed gedaan. Ja, alleen dan nu het proces van het accepteren. En dat is nog wel een dingetje. Het accepteren en ermee om leren gaan. En ja, dat soort dingen. Daar zit, ja. En... Ja, dat moet ik toch zelf doen. Maar goed. Ik wil je er ook niet allemaal mee lastigvallen. Maar in ieder geval wil ik even zeggen, dankjewel voor de lieve reacties. Privé mailtjes, appjes heb ik ook nog wel gehad van een aantal. Dus dat doet me echt heel erg goed. Dankjewel. Nou. Kijk dan. Dat vogelhuisje. Oh, cute, hè? Lekker met een picknickmand. Lekkere mand. Ook zo'n leuke. Ach. Nou, ik wou hem hier niet te vol doen. Want zoals jullie zien. Is het hier niet groot. Maar dat geeft niet. Ik wou een paar eitjes erbij doen. En ja. Is ook wel leuk. Deze serie is ook geschikt voor de Pasen. Als je paaskaartjes wil sturen. Maar ja, ik ben altijd iemand van een eitje bij. Past bij mij altijd wel. Ik vind dat altijd wel lekker. Kijk. Een vlindertje natuurlijk erbij. Hier. En eens even kijken. Waar ga ik mijn strikje doen? Ja, ik moet de staartjes nog wat korter knippen. Die ga ik hier doen. En hier wil ik een plakpareltjes. En ik denk, ja, ik heb al een idee hoe ik het wil gaan doen. Dus we gaan lekker plakken. Even kijken. Deze die komt dan. Ik moet er rekening mee houden. Dat het niet zo breed is. Dus ik. Zo. Ik hou hem even vast om. Dat de lijm aan het papier kan hechten. Of de papier aan de lijm, net hoe je het noemen wilt. Zo. Deze, die komt dan hier. En die komt er dan zo bij. Ja, en ik ga hier toch ook eventjes even verhoogd op plakken.
Want ik ga eerst even deze opplakken. Dit is organza lint in de mintkleur. Ja, die vond ik er zo mooi bij passen. Zo. Deze die komt dan. Deze komt dan hier. En wat ik dan ook nog even in gedachten heb. Even een parelspray pakken. Deze gaat in ieder geval eraf, want die is dan te lang. En dan even kijken. Zo. En wat ik dan wil doen is, deze twee die plak ik zo erop. Snel wezen voordat mijn en hier gaat nog even een parel eroverheen. Dat is de lijn van de lijmpistool. Ja, en ik heb nog van die petals hier liggen van Nuvo. Die zijn ook zo leuk. Die zijn ook zo leuk. Zo. Dan heb je dat ook een beetje weggewerkt. Dat is dat. En dan zie ik dat deze dan hier voor komt. Maar ik vind dat wel wat hebben. En ik ga hem er toch verhoogd op plakken. Zo. Ik doe hem er niet. Zo. Ik vind dat wel wat hebben, dat het dus een beetje eroverheen gaat. Even wat lijm erop. Kijk dat vlindertje. Leuk hè? Is die niet geweldig? Oh, gaaf hè? Zo. Die plakken we dan lekker hierop. Zo. Dan ga ik even kijken waar ik deze onder wil. Kijk. Ik vind dit wel wat hebben. Dus dat komt er dan onder. Dan zie je alleen die, hè, waar die eyelet zit, dat zie je dan niet meer. Maar dat vind ik op zich niet zo erg. Zo. Even een beetje. Hey. Nou, ik zie dat het elkaar loslaat. Kijk of dat zo werkt.
Nee, dat werkt niet zoals ik het wil. Wat we dan doen, dan ben ik er heel gauw klaar mee. Je ziet het toch niet. Je ziet het toch niet, dus dat scheelt weer. Kijk, dan hou ik het even zo vast. Het zijn wel twee verschillende lettertypes, maar ik vind dat persoonlijk niet storend. Nou, moet het andersom. Dan maar zo. Kijk. Houd even vast. Kijk. Even kijken. Dan. Ik heb nog even dit even aan de kant. Dan heb ik deze pareltjes nog. Of ik heb die petals nog. Dus ik ben even in twijfel welke ik ga doen. Ik zit eventjes in dubio. Nee, ik ga de gewone pareltjes doen. En die doe ik hier, hier en hier, allebei de kanten wat. Even draaien, doe ik dan altijd eventjes. Zo. Die dan. En die andere die komt dan hier. Zo. En dan twee aan deze kant. Toch eventjes te denken of ik hier niet nog een even kijken. Maar ja, nee, dat vind ik niet leuk. Nee. Zo. Nou, dan ga ik nog even met mijn bling bling aan de gang. Want daar word ik weer vrolijker van. Even mijn naald in mijn lijnflesje doen. Zo. En doe ik hier een beetje bling bling op. Zo. Dat steekt dan weer mooi tegenaf tegen die andere aan. Even hier nog een beetje eroverheen. Wat zoiets simpels eigenlijk zo'n mooi kaartje kan krijgen. Echt geweldig, hè? Je hebt helemaal niet veel nodig. Ik hoor al wel dat ik op mijn telefoon gebeld word. Nou, zo wacht ze maar even. Ik ben nou even niet bereikbaar. En mijn telefoon ligt op de tafel. Dus, en dat hoor je nou trillen natuurlijk.
Even kijken of ze hier nog een beetje. Hier zou nog een beetje dan. Zo. Ik draai altijd mijn creatie. Zo. Gewoon even een paar stipjes erop. Nou. Dit was hem. Ben je nog geen lid van mijn YouTube kanaal? Dan zou ik zeggen doen. Want er komt nog veel meer online. En als je al lid bent. Of maar je hebt het nog niet gedaan. Maar ook als je lid wordt. Klik even op de notificatiebel. Want dan zodra er een nieuwe tutorial online komt. Krijg je daar gelijk een melding van. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.